Hoi, daar zijn we weer. Jilles en ik. We zijn weer lekker een dagje aan het spelen geweest met alles wat meegenomen is deze kant op. Het is ongeveer een complete winkel aan elektronica speelgoed. En we zijn vandaag aan de slag geweest met dit ledbord hier. Dat zou je wel vaker gezien hebben op dit YouTube kanaal. Maar het bijzondere van het ledbord nu is dat je er deze Arduino hebben we eraf gehaald, de oude Arduino Mega. Dat is gewoon een standaard ding, 16 MHz. Ja, ik weet met niet. Best wel veel geheugen. En die is vervangen door deze jongen, de DigiX. En dat is een Arduino Duo compatible-achtig kaartje met wifi aan boord. En wat was de, hoe heet dat ding? Die erin had geprikt. Er zitten extra dingen op. Er zit wifi aan boord. Er zit een NRF 24L01 op. Er zit audio op. Er zit een micro SD kaart op. En er zit een 99 I.O. pin op. Dus het is een Duo, maar on steroids. Dus een mooi bordje met wifi. En dat lag al een tijd in de kist. Het was een Kickstarter van Erik Kettenburg. En die had eerder de DigiSpark uitgebracht. Een klein USB dingetje waarmee je hele leuke dingen kan doen. En dit was zijn voorlaatste project. Dus eigenlijk een Arduino Duo, maar dan een stuk uitgebreider. En hij heeft nu inmiddels een DigiSpark Pro. Dat is eigenlijk een soort kleine DigiSpark, maar dan meer uitgebreid als de gewone DigiSpark. Dus wat we gedaan hebben is, dit zijn twee ledborden van, hoe heette die jongens ook alweer? Baco Army Goods. Die zijn lichtelijk gemodificeerd, zoals je hier kan zien. Is met een crème brûlée brander is daar de chip van afgehaald. die hebben we bedraad naar de Mega. Die hebben we in eerste instantie geprobeerd aan de gang te krijgen. Dat lukte niet. Maar dat bleek dat de SPI-header, die op de Mega ook zat op pin 52 en 51, die zit op de DigiX of op de Duo alleen op de SPI-header. Ja, dat is vanaf de Leonardo al. Dus mensen die met de Leonardo aan het spelen zijn, die hebben hetzelfde probleem als wij. Oké, nou, ja. Daar kwamen we gelukkig snel genoeg achter. We zijn aan het hobbyen geweest. Die DigiX, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Arduino Yun, start heel erg snel op. Dus op het moment dat ik de stroom eraf haal en ik zet de stroom erop. 3, 2, 1. Geen zin. Geen zin. Nee, het duurt iets langer, maar als je kijkt naar de Yun. De Yun is ja, dat gewoon duurde een minuut of zo, hè? Ja, minuten zelfs. Ja, kijk, daar is die. Dus, en hier zit gewoon een webservertje op. Dat kun je gebruiken als access point. Je kan het gebruiken als client en een combinatie van beide. Maar wat ons nou juist zo leuk leek, is om een ledbord te maken die een eigen wifi access point heeft. Waarin je kan linken met je mobiele telefoon. Dus je zet het ding ergens neer. Je pakt je mobiele telefoon, je tikt er een tekst in en die tekst die komt op het ledbord terecht. Nou, we zijn er even voor aan het rommelen geweest. Ja, want er is ook een technisch probleem. Want het wifi gebruikt de SPI-bus. En de leds willen ook op volle snelheid door de SPI-bus aangestuurd worden. En dat bijt elkaar natuurlijk een beetje. Maar nu blijkt dus dat als je je timing een beetje goed zet en eerst al je netwerk zooi afhandelt en dan je schijfregistertjes is volklokt, dat het elkaar niet bijt. Nee. Dus dat was de oplossing van het probleem. Ja, en daarna was het hadden we de basis te pakken. De basis te pakken en toen het als eerste lukte om een stukje tekst op het bord te krijgen aan de hand van informatie van de wifi access point. Ja, daar vandaan konden we verder. Wat we hebben gedaan is we begonnen met een beginschermpje. Dat stond er al op, er zit een klein animatietje op. Het zijn twee frames die elke keer om en om neergezet worden met een iets verschoven tuil, waardoor het net lijkt alsof dat hij draait. Dat is niet zo.
En wat we doen is, we pakken de data op van de wifi, die plaatsen we in de buffer en die buffer die wordt ingeklokt in het LED-bord. En, precies, even kijken. Er wordt nog een beetje opgeschoond om alle HTML-rollen te krijgen. Ja, want we hebben wat dingetjes met URL, decode en dat soort dingen. Dus ik heb hier dat access point, dat draait op 10.10.100.254. Zijn eigen poort is 80, daarmee kun je hem instellen. Dus we hebben een nieuw poortje aangemaakt, 8080. En ik ben nu op de iPhone verbonden met het access point. Ik heb een tekstje ingetikt. En op het moment dat ik nu change text doe, dan maakt hij verbinding met het bord. Als ik goed druk. Ja. En dan wordt de tekst overgenomen. En dan wordt de tekst overgenomen. En als ik hier iets anders in tik. En het lastigste was nog wel om te zorgen dat woorden niet half op de ene regel, half op de andere regel staan. Dan komt er gewoon iets anders. Iets anders, ja. Ja. Ja, dat is duidelijk. Ja. Het lastigste was het afbreken van de woorden. En uitzonderingen woorden die niet op een regel passen, mag je niet afbreken. En dat soort ellende allemaal. Ja. Buffer overruns. Maar het is allemaal gelukt. En het leuke is, er zit ook een micro SD op. Dus wat je verder mee kan doen, is bijvoorbeeld bitmap images erop zetten met nullen en enen, met een JPEG plaatje en die bijvoorbeeld selecteren en daar animaties mee op het scherm zetten. Of plaatjes op het scherm, er zit een NRF op, die kun je bijvoorbeeld weer linken aan je domotica. Dat was dat deze jongen hier. Dat is dat kleine printje wat achterop zit. Nou, als je die bijvoorbeeld linkt aan je domotica, dan kun je daar je barometer op zetten of je, weet ik wat, je DCF-klok of verzin het maar. Dus een profielfoto van de inbreker die net langs geweest is. Ja. Ja. Nou, het is een mooie inbreker. Ja, nou, die, daar kijk ik graag naar. Die mag wel langskomen. Hier hebben we de code. Dat is nog niet echt een heel spannend stukje van nou, de code. Ja, dit is de ASCII-tabel. De ASCII-tabel in bitmap. Dus worden we niet. Dat is niet heel spannend dit. En als je dan wat verder omlaag gaat, dan zie je hier het opstartscherm, wat je net zag, net voorbij zag vliegen. De nulletjes die in en uitgeklokt worden. En hier dus je kolommen, wat functies om de kolommen om te zetten. Wat een stukje documentatie, het inklokken van de informatie. Ja, die stuurt dus aan dat deze regeltjes allemaal één voor één op dezelfde tijdsduur oplichten. Anders dan krijg je helderheidsverschillen en daar houden we niet van. Nee. En hier de opmaak van de tekst. En dit was dit stukje hier breekt de woorden af. Ja. Netjes aan het eind van de regel. Hier wordt het naar het display toegestuurd. En daaronder zit niks meer gewoon. Nee. Je ziet dat dit stukje stuurt het naar de display. En dit stukje doet het afbreken van de woorden. Dus je ziet wel dat dat het een vrij lastig stukje is geweest. Dat wat net voorbij vliegt, dat haalt de HTML-code eruit en zet het om naar leesbare tekst. En meer hebben we geloof ik niet, hè? Nee, ja, dit is de server. Dit is de hele server, ja. Dat valt ook reuze mee. Precies, het is allemaal. Dit is aansturing van de elektronica, die zorgt dat de ledjes. Meer is het niet eigenlijk. Het was een leuk project. Hebben we daar een hele dag over gedaan? Daar hebben we de hele dag over gedaan. Ja, en co-learning in de Ja, zin, dat is nog belangrijker. Dus, meer hadden we niet gebouwd vandaag. Nee. Dit is eigenlijk al leuk zat. Dus nu nog even de ding ergens aan de muur hangen. En kijken of dat het dagenlang stabiel blijft. Vast wel. Ja, dat zal, maar we moeten het even zeker weten. Ja, dat gaan we meteen uitproberen. Precies. Nou, dat was het weer voor vandaag, hè? Dat was hem. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei.